ben Jaap Roosma van de Partij voor de Dieren. En dit is vlog 32. Hoe is het met de spieren, Tim? Want jij hebt heel hard gelopen de afgelopen dagen. Nou, ik heb gefietst. Oh, je hebt meegefietst met de Europa Run? Ja. Oké. En dat was echt wel heel waanzinnig om te doen. Vincent die heeft gelopen. Ik had ook graag willen lopen, maar ik heb mijn knie geblesseerd met de marathon in april. Hey, inzet, dat heb jij ook de afgelopen weken gepleegd om de voorjaarsnota tot stand te brengen. Dat is een hele klus geweest, want dat gaat echt om de grote lijnen van het beleid voor het komend jaar. Ja. Dus wat staat er zo al in? Ja, het gaat echt over waar geven we de 3,5 miljard uit ongeveer die de stad kan... 3,5 toepassen, 3,5 miljard. Ik denk dat drie dingen voor ons het meest bijzonder zijn, waar je ons in herkent. Eén is dat er volop wordt doorgegaan in de stadsontwikkeling om het bouwtempo hoog te houden. Bouwen. En bouwen. Het betekent dat er echt kansen blijft dat Bas Curvers woningen regelt voor heel veel mensen die dat nu niet kunnen vinden in de stad. Het tweede is dat we 50 handhavers toevoegen in de stad. En dat maakt echt een verschil in alle wijken waar het nu niet goed genoeg is. Het derde is dat we de Blaak stevig onder handen willen gaan nemen. Dat is nodig. Ja, de Blaak is echt een doorgangsweg. Het is met steen, het is een beetje vuil. Het leukste van de Blaak is misschien het regenboog-zebrapad en de skaterbaan. Maar het is niet representatief, het is niet groen. Je wandelt er niet voor je plezier. Je kan het niet goed oversteken, dus die gaan we op de schop nemen. Dit jaar gaan we ook een plan maken voor de hofbogen. Want de hofbogen, dat zou een heel mooi verlengstuk zijn van Koolsingel en Hofplein. Ja. Dat moet eigenlijk een lijn zijn waar je overheen gaat wandelen. En kan genieten van wat er beneden ook te doen is aan winkeltjes en horeca. Dat gaan we samen met de wijk en de ondernemers doen. Een derde, en dan hou ik op hoor, Tim. Is dit nog steeds vlog 32? Dit is nog steeds... Yes. Je hoort dat ik enthousiast ben. Het derde is dat we bij de Alexanderknoop, rondom Alexandrium, gaan we met ondernemers, met vervoermaatschappijen, met de gebiedscommissie, gaan we aan de slag om een groenere, prettiger, beter toegankelijke centrum te maken voor Prins Alexander. Klinkt goed. Klinkt goed, aan de slag. Aan de slag. Yes. Geen getreuzel. Maar we hebben net een debat achter de rug. Nou, we zijn nog niet eens een uurtje ermee klaar over antisemitisme. Ja, belangrijk onderwerp. En ik heb namens de VVD vier voorstellen ingediend. Eentje is om antisemitisme in alle verschillende vormen die daarvan helaas zijn, goed te onderzoeken en in beeld te brengen. En op elk van die vormen, dus uit de islamitische hoek, uit extreemrechtse hoek, uit extreemlinkse hoek en andere, om daar ook allemaal een gerichte aanpak op te hebben. Daarnaast wil ik dat migranten uit landen die in oorlog zijn met Israël, dat die bij binnenkomst goed krijgen uitgelegd dat voor jodenhaat, die ze misschien hebben, hier echt absoluut geen plek is. En ook moet in de klas, de Holocaust, altijd worden besproken. Het gebeurt nu dat leraren uit de klas worden gejoeld als ze daarover beginnen. Dat kan niet meer. En ook op straat, er is een straatcultuur en daar moeten we met rolmodellen, met influencers, moeten we proberen die jongeren daarvan af te brengen. Want heel veel Joden voelen zich niet onveilig. Bijna de helft van de Nederlandse Joden zegt zich niet veilig te voelen. En 43% van de Nederlandse Joden mijdt Joodse bijeenkomsten omdat ze bang zijn voor de veiligheid. Dat kan echt niet. Debiel. Ja. Ja. We hebben ook nog even een debat gehad over Nesselanden. Ja. Daar is niet vorig weekend, maar het weekend ervoor was het hartstikke lekker weer. Misschien weet je het nog. Ja. En dan komen heel veel mensen naar Nesselanden toe. Dan heb je een heel mooi strand, een hele mooie boulevard. Alleen daar hield op een gegeven moment de politie twee jongens aan die op een gestolen scooter rondkrosten. Nou. En wat doen die jongens? Die plegen geweld tegen de politie, die verzetten zich tegen de aanhouding. En vervolgens gaat een hele groep omheen staan. Eén grote bende. Eén grote bende intimideren. buurtbewoners voelen zich ook niet meer veilig daar. Dus daar hebben we een stevig debat over gehad. En gelukkig gaat onze eigen wethouder Bert samen met burgemeester Abutaleb daar ook nu extra maatregelen op treffen. Zorgen dat er vaker politie is. De politie ook zichtbaar is. Dat we beter gaan controleren. Hopelijk ook beter gaan controleren op het parkeren. Want daar zetten ze die auto, als het warm weer is in Nesselanden, maar gewoon overal neer op de stoep, op grasveldjes. Waar je goud geld mee verdienen als gemeente. En gelijk die jongens aanpakken die dat doen. En ook meer politie sneller ter plekke. Meer politie sneller ter plekke. En zorgen dat we ook met paarden gaan werken, net zoals in Hoek van Holland. Dus dat het gewoon een stuk veiliger wordt op warme dagen. Om te beginnen wil ik onze griffier, die vanavond te horen heeft gekregen dat hij de nieuwe burgemeester van Roosendaal wordt,
Van harte feliciteren met zijn mooie stap. Het is natuurlijk een enorme aderlating voor ons hier.